verheven, hè, die muziek, hè, altijd. Ik moet niet naar beneden. Dat dacht ik al. Ik zal het toch laten weten.
Ja, dat is een beetje 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 een beet
Ja, dat is een foto. Allemaal.
Thank you.
Bereid heb gevonden hier ook nieuw werk te laten zien, zodat we onze recente onderzoekingen kunnen combineren. En ook blij met het geluid van boven door Erwin Zevenhuizen en Ron Roelofsen. Ik hou heel erg van geluid dat van een afstand komt. Iets dat bijna geheimzinnig door de ruimte naar je toe komt. Ik herinner me een concert op de rots in Schotland als eerste ervaring van die soort. En het verwijderde spannende daarvan bevalt me zeer. Corrie en haar werk ken ik al langer. Haar documentaire fotowerken, maar toen ik de werken zag, die ze sinds kort maakt, kwam ik op het idee haar voor deze tentoonstelling te vragen. Haar persoonlijke blik naar onpersoonlijke lijnen en andere dingen die ons op straat tegemoet komen, vond ik heel dichterlijk. Klein stukje persbericht dat we voor deze presentatie schreven. Bezems maakt onopgesmukte foto's in naoorlogse buitenwijken. Op deze sobere foto's plaatst ze, net als in het begin van haar loopbaan, woorden en korte zinnen. De soms rigoureuze en botte beeldverwerking in Photoshop heeft de verf en kwast van weleer vervangen. De op het eerste oog nietszeggende fotobeelden gaan een inhoudelijke strijd aan met de woorden titels als 18 keer nee, praat tegen mij en remember nothing, suggereren dat er een stem spreekt. Wordt er tegen een ik gesproken, tegen een ander? De lege weggeknipte delen van de foto geven zeker geen antwoord, maar versterken het gevoel van onbestemdheid dat wordt opgeroepen. Van der Spek maakt stoffelijke beelden. Haar sculpturen, zoals Op straat, lijken soms op afvalhopen of andere bij elkaar geschraapte en geraapte tijdelijke aanwezigheden, terwijl de materialen als porselein en hout met polychromie klassiek te noemen zijn. Haar doekbeelden met titels als Onder het bed refereren aan patronen die eeuwenlang zijn gemaakt. Nu enigszins zijn vergeten en verstoft, terwijl er weer ruimte en licht in terugsluit. Een vreemde combinatie van entropie en empathie. Dus entropie en empathie, onbestemdheid, we maken behoorlijk verschillende soorten werk, maar vonden ook overeenkomsten die elkaar tegenspreken, aanhalen en soms misschien gewoon negeren. Geprobeerd het simpel en niet te vol te maken, vragen we jullie te genieten van een ruimtelijke installatie op een ondefinieerbare plaats. Yeah.